Ja, Mitch, dit noem ik dan toch wel een drama, denk ik. Ja, het is een serieus drama. Hè. 12, 15 verliezen, een dumme wedstrijd om die beslist of we nog een jaar top league blijven of niet. Ja. Jammer genoeg is het anders uitgedraaid. En, ja, ik kan niet anders zeggen dat het misschien wel verdiend was voor Forient. Dat we ondermaats waren vandaag. Dus, Samen met Sikopi in de Promo League nu? Ja, dat is dan ideaal. Hè. Ik bedoel, Sikopi zal er misschien ook niet blij mee zijn. Oh my, het zal weer. Ja. Dus nog even iets nog moet bezinken in terug een jaar promo. En we komen eigenlijk net van de promo, dus het doet wel een beetje pijn, maar ja. Domme vraag, hoe voel je? Slecht, uiteraard. Ik ken niet anders. Hè. Ik bedoel, ik denk dat iedereen er wel naar uit heeft gezien om vandaag te laten zien dat we echt wel top league waardig zijn. En dan zo'n prestatie op het moment dat het moet. Waar liep het mis? Ik denk dat Florent wel een goed plan had. Ik denk dat we er op zich wel de goede kansen zochten, maar de afwerking was er niet. Hè. Ik bedoel, als we 2-3 meter rond de paal heel veel kansen missen, dan wordt het moeilijk natuurlijk. Hè. Als je maar 12 doelpunten maakt, kun je een wedstrijd mee winnen. Je weet hoe het gaat, je weet hoe de media is, je weet hoe de mensen zijn. Ja, de vraag wordt natuurlijk meteen gesteld. Hè. Wat nu met Mitch Leenaerts? Ja, dat is iets waar ik nog eens goed moeten over nadenken. Dat zijn dingen dat je best niet op een dag als vandaag beslist. Kan je dat nog opbrengen? Dat weet ik niet, dat zal ik nog eens... Je hebt het al eenmaal moeten doen, hè? Ja, ik weet het. En oké, we zijn toen direct teruggekomen. Maar we zijn wel weer 2 jaar verder nu. We zullen het wel zien. Toch veel succes en veel sterkte. Dank je.